Ja, Sydney de Vries, eindelijk heb je hem te pakken. Vorig jaar stond je al in de finale, de vorige editie dan. Hoe voelt het? De Dutch Open, je hebt hem gewonnen. Ja, nog onwerkelijk eigenlijk. Het was op zo'n podium staan is echt leuk en speciaal en mooi. Blijft ook weer spannend. En vorig jaar naar het tweede, dus extra opgelucht dat ik hem dit jaar wel te pakken heb. Krijg je daar energie van als je op het podium een 180er gooit? Want dat deed je. Ja, maar de mensen die dan juichen geeft wel echt een kick. Dus, een gevoel die niet echt, gewoon speciaal wel gevoel. Is zo'n moment ook waar je eigenlijk voor dart, waarvan je denkt van hey, ik ga gewoon verder trainen, ik ga verder oefenen? Ja, na vorig jaar toen ik hier tweede was, toen was ik wel echt gemotiveerd om gewoon door te gaan. En gelukkig in mijn laatste jaar jeugd ook, dat ik hem toch nog weet te pakken. Dat is extra mooi. Ben je klaar voor om bij de heren te gaan darten, om daar je talent te laten zien? Jawel, ik speel al een paar jaar ook gewoon vaak toernooitjes met de heren. Dus het moet wel goed komen. En nu vanavond, heb je wat vrienden meegenomen om een feestje mee te vieren? Of? Nee, alleen mijn vader hier. En voor de rest komt het wel morgen, denk ik. Even rustig aan doen. Geniet ervan, Sydney, en gefeliciteerd. Dankjewel.